We gaan het doen. Doen net alsof het allemaal heel spontaan is. Oh ja. Zeker met de brandende zon, maar... We hebben een hot break. Ben in mijn leven vele landen geweest. Iets harder graag. We hebben een zeejacht. We hebben een zee in de achtergrond. Ja. Waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feest. Ook hebben ze gedoken bij Klein Bonaire. Even op het strand liggen. Mooie, prachtige witte stranden en turquoise zeeën en alles. Komt-ie, de drop. We gaan het doen. Mind your step. Vakantie. We gaan het doen. Ik ben Damien Koerhuis. In studio aangeschoven, Doron Sayed. Zit je bij Jinek nu of bij de Minecraft Club? Doron, jij bent luchtvaartverslaggever bij NH Nieuws. Nee, ik zit bij Menno, de Minecraft Club. Ja, want Philip is met vakantie. Klinkt goed. Hij is naar de Costa del Sol of zoiets. Nou ja, zoiets ja wel, ja. Ja? Het wordt een zonnige uitzending. Ik denk het wel, alles gezellig als jij er bent. Ik zou zeggen, start de tune. Oh, goede mix weer. Vast crash mix. Je luistert naar de Minecraft Club. Ja, als ik luister, dan ik luister jullie podcast regelmatig. Die tune die moet wat eerder komen. Ja, we willen vaak die halve podcast. Ja, dat klopt. En ik maak altijd nog een hele lange mix. En dan hoor je ons pas na 2 minuten en dan begint de tune. Na 2 minuten, soms wel na 20 minuten. Nee, maar dat is niet zo. Zo voelt het. Ja. Net zoals de gevoelstemperatuur ook altijd. Gevoelstemperatuur ging niet goed aan boord van een KLM-toestel. Wat een bruggetje, ja. Was op weg naar Zuid-Afrika boven de Middellandse Zee, draaide de Boeing 777, de 777-200 om. Terug naar Schiphol, want er was brand in de galley. We hadden een hele discussie over WhatsApp. Het is keuken. Ja, keuken. Ja, ik zeg galley. Ik weet niet wat er niet een keuken aan is. Aan boord heb je lavatories en galleys. En de galleys is waar de crew, de bemanning, de maaltijden bewaren, voorbereiden. Ja. En inderdaad, ze staan daar niet met gaspitjes. En, nee, precies. Maar er wordt wel het een en ander in ovens gestopt. En, het is de aft galley, hè, de achterste keuken was het. Daar was het. Maar ik heb altijd geleerd, als er niet wordt gekookt, is het geen keuken. Ja, maar bij de luchtvaart heet het een galley en je gaat niet op een nieuwsite zoals nhnieuws.nl, kombuis of galley publiceren, want het is een keuken. En trouwens, KLM bracht het ook op die manier in de achterste keuken van deze Boeing. Ontstond brand, want daar gaat het om. En geblust door de bemanning, teruggekeerd naar Schiphol. En daar stond de onderzoeksraad op het toestel te wachten. Stonden al te wachten van, hé jongens, dat is allemaal gebeurd. Ik zal zo even kijken of het toestel alweer terug is. Is hij alweer back in business? Ik zoek het op. Want ik kreeg dus ook allemaal reacties. Jij had natuurlijk een artikel geschreven. Ik had ook getweet, zeiden mensen, ja, ik vind het geen noodgeval, want hij gaat niet meteen landen. Maar ze gaven dus een 7700 noodmelding. Ja, ja. En toen hebben ze het zelf geblust. Ja, en dan ga je niet meteen in Frankrijk, dan ga je lekker naar Schiphol, toch? Alles lekker fixen. Dat leek mij ook het meest logische. Ja. Iemand die wel uit de luchtvaartwereld komt, die zei, volgens mij had hij gewoon snel een uitwijk moeten maken en daar laten controleren. Hij had bijvoorbeeld naar Rome kunnen vliegen. Ik denk niet dat de vlammen door het dak gingen, toch? Nee, dan vliegen ze zeker niet 2 uur terug. Nee, denk ik ook niet. Dus hebben ze gewoon gefixt. En de noodmelding is er ook afgehaald, hè? Dus Squawks voor de kenners die betaald abonnement hebben op Flight Radar 24, die kunnen dat dan zien. En die hebben ze eraf gehaald. Dus geen noodmelding meer, gewoon lekker naar huis vliegen. Huppakee. Toestel is sinds, wanneer was het? Dat is donderdag, de 9e. Hij is niet meer weg geweest. Druk aan het repareren daar bij INM. Ja, ik denk dat hij naar binnen is gesleept en dat ze toch even de keuken, de galley, kombuis. Nou, omdat Philip er niet is, kunnen we heel veel Engelse woorden gebruiken. Want Philip verbetert me als zaken maar crew, dan hoor ik al van bemanning. Ja, ik hoorde hem al, dus ik mag gewoon nu crew zeggen. Je mag, en, dan verbeter ik jou niet. Okay. Maar als ik daar galley, dan wil ik niet keuken horen. Ah, en als Philip er niet is, kunnen we ook gewoon vliegers zeggen, toch? Nee, de vliegers van piloten. De enige die vlieger mag zeggen, dat is André Hazes. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, nee, dat, de president daarvan. Ik heb gezegd dat ze dat gaan aanpassen. Het wordt de Vereniging van Nederlandse Verkeerspiloten. Ja. En VNP. Wie is dan de baas? Ik? Is de baas dan de president of de voorzitter? Ja, de president slaat ook nergens op, man. Dat is heel gebruikelijk in die vakbondswereld of zo. Hè? Of... Toen ik in Amerika woonde, heb ik een keer een bakker geïnterviewd. Een Nederlandse bakker. Een eenmanszaak. Zij gewoon president van zijn bakkerij. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon een beetje Amerikaans ook. Ja, ik vind het wel mooi. President. Hey, wat hebben we nog meer in KLM-land? Wat is er in KLM-land gebeurd? Een beetje Schiphol-land. Schiphol. We hoeven niet stil over te vallen, nee. De inspectie Leefomgeving en Transport, ILNT. Ja, is onze vrienden. Is een tijdje op bezoek geweest. Ja, dat is de inspectie die onder Mark Harbers valt van de infrastructuur. Ja. En die hebben toch wel een flinke tik gegeven op de vingers van Schiphol. We zaten weer te slapen. Over het gebruik van de hulpmotoren. Zoals dat in het persbericht in elk geval naar buiten werd gehaald. Maar wat is een hulpmotor? De APU, de Auxiliary Power Unit. Ja. Het kontje van zo'n toestel. Lekker herrie. Ja, heb je dat paraat? Wat? Een geluidje? Ja,
Ah, knip ik wel even in. Ja. Oké, dat was hem. Zo'n APU. Herkenbaar als je inderdaad in en uitstapt op het vliegtuig. Ja. In het vliegtuig, op het platform. Ja. Een klerenherrie, hè? Echt waar. Als je met elkaar probeert te praten op de trap, dat lukt, dat lukt niet. Gewoon niet. Ja. Nee. Ja, maar dat is ook een beetje het airport geluid altijd. Hè? Dat hint het hoger. Dat... Nee. Ja, nou ja, dat is dan die APU. Maakt heel veel lawaai. Ja. Komt fijnstof uit, stikstof, weet ik veel wat allemaal voor troep waar we tegenwoordig ook allemaal over hebben. Grondmedewerkers, die staan daartussen. Oké, ik heb eventjes een APU gevonden. Die gaan we even opstarten. Dat mag dus niet meer, hè? Oh, dit is dat dus... opstarten. Nee, maar even voor het geluid. Dit is dus een APU. Kijk hoor. Het is ook een beetje korter de bocht. Beetje... Je mag hem wel starten, maar niet zo lang. Nee. Oké, dit is een APU van een 777. Het type dat in de fik ging. Of tenminste de keuken. Ja, precies. Niet de APU. Oh, zit Gerard Joling nog doorheen. Oh, dat is Dries Roelvink. Dat is namelijk de playlist van de vakantiekoning. Dat zijn allemaal vakantieplaten. Dat is echt fantastisch. Ik zal hem in de omschrijving van de podcast. Dan kun je even. Ik weet niet wat ik liever hoor. Een APU of Dries Roelvink. Dat vind ik een lastige. Ja. Dat vind ik een leuke quiz ook trouwens. Oké, hier komt de APU. Nou, dat vind ik een keurig APU'tje dit. Ja, maar zou ik het opstarten, doen? Maar... Daar zou ik het voor doen. Ah, kijk, daar gaat hij. Hoor je hem? Ja, een lekkere herrie hoor. APU 777. Dat is een mooie bak herrie zo. Nou, die gebruiken ze dus om het vliegtuig te starten. Ja. Of de airco draaiende houden op de grond. Ja. En Schiphol laat dat onder zijn neus gewoon te lang gebeuren. Er zijn veel te veel vliegtuigen die dat gebruiken. In plaats van de ground power units die er beschikbaar zijn. De GPU's. Ze gaan zelfs over naar van die duurzame GPU's. Dat die allemaal op elektriciteit. Ja, precies. Met groene energie worden opgewekt. Groene APU's. Maar er zijn er te weinig van. Er is geen toezicht op. En zoals gebruikt, Schiphol heeft de coördinatie ervan overgedragen aan de afhandelingsbedrijven. Nou, daar gaan we het straks nog ook over hebben. Ja. Nou ja, ze zijn dus totaal de grip kwijt. En daar heeft die ILNT... Maar van wie zijn die stroompunten die er nu zijn? Die vaste stroompunten, die zijn toch wel van Schiphol dat zelf? Dat is van Schiphol zelf. Maar ja, goed, het gebouw en alles dat er ligt is ook van Schiphol. Maar ja. Ze besteden alles uit, hè? Dat is Schiphol. De afhandelingsbedrijven doen het afhandelen van die vluchten. De beveiligingsbedrijven doen de beveiliging. Ja. En die poortjes, die zijn van Schiphol, maar ze gebruiken ze niet zelf. En inderdaad ook op de grond, ja. Ja. Zij zijn diegene die dat dus allemaal aankoppelen. Maar als het niet beschikbaar is, dan zegt zo'n piloot... Ja, wat moet die anders? Zo'n vlieger. Die, piloot. En die, ja. Maar Schiphol, beterschap belooft, zoals ze dat altijd hebben gedaan. Ja, dus gaan het gebruik terugbrengen van 10 naar 5 minuten. Ja. En veel minder. Ja, dat moet nog maar blijken. Maar het is weer de zoveelste tik die ze hebben gekregen. Maar jij had een artikel geschreven en toen had Schiphol niet meteen een reactie. Stond er ook nog in. Dat duurde eventjes. Je moest eventjes een paar blaadjes dat zoeken. Dat duurde even. En nu geef ik toch een kijkje in de keuken, in de galley, van hoe dat gaat. Zo'n communicatie tussen Schiphol en ik. Nou, ik kreeg een beetje geïrriteerde WhatsApp. Want ik had gezegd, ja, Schiphol is om een reactie gevraagd. Maar ze waren nogal verrast door de vraag. Wel. Dat had ik erin gezet. Dat vonden ze niet leuk. Zeg, wat nou verrast? Geef ons nog wel even de tijd om dit uit te zoeken. En daar was ik het niet helemaal mee eens. Ik dacht, ja, ik kan jullie wel de tijd geven. Uiteraard, ik kan het niet afdwingen. Nee. Maar waarom is dit een verrassing? Waarom zijn... Vorig jaar was er al een bericht. Nou ja, als de ILNT met zo'n bericht komt... Ja. ga ik ervan uit dat Schiphol al lang al op de hoogte is. Even dat een fax gekregen, denk ik. Even de fax gaat ratelen. Ze zijn toch op de hoogte van, van die kritiek. Was een verrassing. En er stond ook in het bericht van de inspectie... dat Schiphol vanaf 1 maart beterschap heeft beloofd. Ja, ze wisten ervan. Tuurlijk weten ze ervan. Dus het verbaast me een klein beetje dat een rookgordijn. De voorlichting nog niet helemaal paraat was wat erover te zeggen valt. Ja. Dat duurde een dag. Daar heb ik een nieuw artikel over gepubliceerd. En daar staat dus in wat ze gaan doen. Ze gaan het aanpakken en inderdaad die tijd terugbrengen van 10 naar 5 minuten. Ja, dat is winst voor de geluidsoverlast en vooral dus voor het fijnstofhappen van het personeel dat er rond. En die herrie met je hoorbeschermers natuurlijk de hele tijd op. Nou ja, dat dragen ze als het goed is altijd. Ja, joh, die moet altijd een koptelefoon. Ik bedoel, zelfs piloten, dat doe ik voor jou, dat woord, die dragen in sommige toestellen gehoorbescherming. Hè? Sommige toestellen? Maar vrachttoestellen of zo? Nee, de Boeing 737, daar dragen vliegers, piloten, hebben oordoppen in, vaak. Ik zie ze ook vaak met die Bose noise cancelling earphone. Ja, nou ja, dat is om hun gehoor te beschermen en inderdaad fijn te kunnen communiceren. Maar het is een luidruchtig toestel, die cockpit is hard. Maar zijn dat die oude, die 800's waarschijnlijk? Of zijn het ook de 900's? De 900's is net zo'n oud ding. Nee hoor, al die, ik weet niet hoe het zit bij de Max, in welke categorie die valt. Maar alle toestellen die KLM heeft, vliegers hebben, piloten hebben gehoorbescherming. Maatgemaakte oordoppen, absoluut. Ja. Dus ook binnen een vliegtuig is het herrie. Nou, moet je nagaan hoe het is als je achter zo'n toestel staat in en uit te laden. Ja. De godganse dag. Daar gaat je gehoor wel van naar de kloten. Naar de galamiezen. Naar de galamiezen en dus je longen ook. We hebben nog die zielige grondstewardess van jou. Einde van de maand heb ik geen geld om een nieuw eten te kopen. Maar we gaan eerst eventjes naar de PRGOV. Dat is
altijd gezellig natuurlijk. Oscar Victor. En dan is want die is op vakantie geweest naar de Antillen. Chill op de Antillen met de koning. De vakantiekoning zelfs. Ja, ik moet toegeven dat ik best wel smul van vakantiekoning nieuws. Ja. Ik vind het gewoon zo ontzettend leuk om daarover te horen. Over de GOV. Ja. Doe dat wat meer met Philip dan het gelul over defensie. Het is gewoon hartstikke saai. Jij wil meer vakantiekoning. Meer koning, meer civiele vliegtuigen. Ja. Houd eens op over die Hercules en over Reapers en zo. Daar zijn andere podcasts voor. Nee hoor, die zijn er niet. Wij zijn de enige bijna. Je hebt nog luchtvaartnieuws. Maar en nou, die beperken dat nieuws over defensie enorm, want ze weten dat het slecht gelezen wordt. Oh, is dat zo? Ja, volgens mij is dat bekend bij luchtvaart. Oh, we hebben het er nu al veel te lang over. Ik kan maar uitknippen dit. Over luchtvaartnieuws? Wat zeg jij daar kritiek nu? Kritiek op defensie is leuk, ja, maar dat is ook het leukste niet te veel over zijn hebben. Niet zo slim. Maar dat is mijn mening. De PAGOV, koffervluchten. Dus als de koning, die had 2 dagen natuurlijk vrij in Curaçao. En op zondag, ik had het al voorspeld, het klopte precies. Een heen en weertje naar Sint Maarten. Het is toch al snel 1,5 uur vliegen. Om even de koffers en wat staf en wat andere types. RVD, lakeien, schoonmakers, make-up doos van maximaal. 1,5 uur vliegen tussen. Even heen en weer. Ja, zeker. Op Sint Maarten bleef de PAGOV staan. Want de koning moest ook nog naar die kleine eilandjes, Saba en Sint Eustatius. Dan hebben ze zo'n twin otter gebruikt. Ik denk van, dat is ook alweer Winair. Van Winair hebben ze gebruikt. Dus Windward Airlines, ja. En die eerste keer op Sint Eustatius, de vakantiekoning zei ook, ik ben te laat. Want ze hadden een doorstart gemaakt voor een extra rondje. Oh, dat heb ik gemist, wat leuk. Ja, maar expres of was iets dat aan dat weet hand? Ik dus niet of iets aan de hand was of de landing niet goed was en ze door moesten. Maar het leek erop gewoon leuk voor de koning een extra rondje. Op Saba moet je natuurlijk heel hard remmen. Ja. Want die baan is echt, nou ja, dat weten we allemaal, is de kortste baan ter wereld. Doe er eens een linkje in, want ik ben op al die luchthavens geweest. Ook op Saba en Eustatius, daar heb ik video's van. En is leuk. Oh, daar gaan we even een linkje in. Ja, is leuk. Ja. Met rond naar de zon naar Saba. Uit de cockpit gefilmd. Nou. Hoe je van die klif af bijna donderd. Ja, 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 ja. Spectaculaire landing van de vakantiekoning op Saba. Ja, je ziet ze gewoon hard remmen. Nee, het is spectaculair. Ja. Ga er eens heen, joh. Het is fantastisch. Ja, met zo'n klein rotvliegtuigje. Pilatus PC-12, dat kan toch wel, joh. Volgens mij niet. Beetje goede Pilatus. Nou ja, de Pilatus is ook een stol. Is een short take of een landing toestel. Maar 400 meter wel heel kort. De enige toestellen die daar komen zijn de Winair. Helikopter natuurlijk. Een helikopter, maar er komen geen PC-12's. Misschien hebben die toch meer baan nodig. Ja. Misschien zijn er geen PC-12's vanaf Sint Maarten of in ieder geval die buurt. Ik weet die hebben ze bijna nooit daar. Nee, ik heb ze daar zelf niet gezien. Nee. Maar Sint Maarten staan wel een heleboel mooie, prachtige zaken, jets. Sint Maarten is de base om je grote toestel achter te laten. En daarna gaan ze met de kleinere toestellen of met de helikopters of weet ik wel. Saint Bart. Naar Saint Bart. Ja, precies. Dan moet ik ook nog heen. Ja, daar ben ik nog niet geweest. Daar wil ik heel graag heen. Ja. Spectaculair. Want dan ga je zo'n heuvel af met Winair. Ja, dat wil je toch. Ja, er komen wel meerdere verschillende toestellen die daar wel kunnen landen. Maar het is ook weer geloof ik een captain's only landing. En, ja, precies. Allemaal speciaal spul. Ja, het is een speciale baan, ja. Lokale pers op Aruba kreeg niet de beste plekken om te filmen. Die werden zeg maar weggeduwd door de RVD. Achter de NOS zeker. Ja, andere cameraploegen, blauw bloed en zo. Dus er is zo'n website van de NTR. Die hebben zo'n Caribisch netwerk. En daar stonden ze op dat de lokale pers gewoon boos was. Er zijn 2 journalisten bedreigd met arrestatie. De hoofd van de RVD, of tenminste de hoofd ter plekke, was Freek Mansch. Dat is die man die zei, daar is mij niks van bekend. Toen de koning naar Athene ging. Laat Freek, eens horen. Is je niet bekend of de koning op vakantie gaat? Dat is mij niet bekend. Ja, ik weet het nog. Ja, dat was mooi. Maar Freek Mansch heeft volgens dat stuk op NTR, Caribisch Netwerk enzovoort, bla bla, heeft 2 Nederlandse journalisten bedreigd met arrestatie. Dat heb ik hier niet gehoord, maar ik vind dat schandalig als ze bedreigen met arrestatie. Wat doen ze dan? Over het hek klimmen? Waarschijnlijk komen ze te dichtbij of houden ze zich niet aan de regels. Trouwens, alle journalisten moesten zelf betalen, waar we het net over hadden, voor al die Winair-vluchten. Ja. 1 fotograaf kon zelf niet mee. Ik geloof naar Sint Eustatius of naar Saba. Die moest met de boot. Een fotograaf? Ja, een fotograaf. Van AP? Of nee, Albert Nieboer. Ja, een royalty fotograaf. Die is altijd mee. Nou, ja. Weet je wat ik vind? Die persfotograaf die had meegemoet in plaats van Alexandra van Huffelen. Die was overal bij. Die was overal bij. Kon die niet een extra dansje doen ergens op Sint Maarten in plaats van mee naar Saba of Sint Eustatius? Nee, het is haar feestje. Ja, nee, het op een gegeven moment wel echt gênant. Dat is op iedere geval. Waarom moet zij het mee om een handje vast te houden? Het is haar winkeltje. Het valt onder haar, die hele zooi. Ja, dus nou, zij betaalt het hele gaantje ook nog eens een keer. Tenminste, haar ministerie bezig. Ja, dat ze de stoel moeten opgeven. Want voor, in het begin, op die grote eilanden, was het weer even een tijdje weer niet. En later dacht je, hey, wie danst daar? Nou, ja. Je had ook allemaal koffers met jurkjes meegenomen natuurlijk. Ja, weet je wat een bagageruimte dat kost en CO2-uitstoot? Al die jurkjes. Want wat een heleboel mensen niet weten, is dat dus in de PAGOV, het regeringsvliegtuig, vanwege die grote tanks heb je dus minder bagageruimte. Daar wordt wel eens over geklaagd. Ja. En er zit ook nog een watertank in natuurlijk voor die 5 minuten douchen. Oh, ja. Nee, 10 minuten douchen kun je. Dus je hebt niet de kofferruimte van een gewone 7. Nee, maar het zit ook niet 154 zitplaatsen in. Nee, maar zeker niet. 26? 24. Ik ga ze nog eens een keertje tellen. KBX was
ook 24. 12 luxe stoelen en 12 semi-luxe stoelen voor ambtenaren, voor ander gespuis. Voor... Ja. Maar journalisten mogen dus nooit mee als de koning vliegt. Waarom is dat eigenlijk? Ja, ik denk de vakantiekoning wil geen pottenkijkers. Ja, anders gaan ze misschien naar voren lopen, de schuifdeur open trekken. Waarschijnlijk, of dan zien ze, dan horen ze dingen die ze niet mogen. Ja. Ze willen dat de PGOV gaat in maart naar Slowakije op staatsbezoek. En dan hebben ze dus een binnenlandse vlucht. En daar gaat de president ook mee. Wat dus nu in de persmap staat, is dat de pers dus mee mag met het regeringstoestel van de Slowaken. Oh, nou ja. Die hebben gezegd van jongens, stap maar in. Ja. Je mag alleen handbagage meenemen, dus geen koffervlucht. En geen statieven mee. Ja, die zijn een grote dingen daar weg daarmee. Maar dat is toch super. Geen statieven mee. Kijk, de PGV is natuurlijk veel te klein om alle pers erin te duwen. Dat past ook allemaal niet. Nee, er gingen heel veel mensen mee natuurlijk. Waarom moet er ook zoveel mee? Ja, dat krijg je ervan. Weet je, bij Air Force One is een ander toestel. Ja. De president vliegt gewoon met de pers. Die zit achterin. Ja. Waarom kan het staatshoofd van Nederland niet... Hadden we ook zo'n grote bak. Hadden wij een Dreamliner moeten nemen. Hadden we die Mexicaanse bak moeten kopen die toen te koop stond. Het helpt niet echt mee aan de populariteit van ons staatshoofd van de koning. Als je dit soort eisen blijft stellen. Want jij, geen pers. Nee. Maar er was wel veel pers mee, zeg. Waarvan 50 zeker NOS. Nou ja, die hebben al een heel groot team mee natuurlijk. Die hebben geld zat natuurlijk. Ja, die hadden ook een hele aflevering. Ja, zo werkt dat. Ja. En die Albert Bos die gaat mee namens het journaal. Want dat is de Koninklijk Huisverslaggever van de NOS. Ja. Dan had je Sander Paulus was mee RTL? Van RTL Nieuws. Annemarie de Kunder was mee voor RTL Boulevard. Maar opvallend is dat zij alleen maar die eerste drie eilanden deed. En toen ging ze alweer naar huis. Oh. Sander Schuurhoff was niet mee. Dat vond ik ook wel een beetje opvallend. Helemaal niet mee. Nee, die bleef gewoon thuis. En Justine Marcellac, die kon niet mee. Want die moest naar WNL, zullen we zeggen. Oh, ja. Nou ja. Kijk, zes eilanden is een dure grap als je het allemaal zelf moet betalen. Met al die vluchten zelf betalen. Ik dacht 12. Nou, laten we zeggen 2 weken. Nee, dat is krankzinnig duur. Al die vluchten zijn... En daarom vind ik dus, als ze die bus betalen, zeg maar, de persbus waar iedereen in zit, die betalen ze ook. Dan moeten ze ook die vliegtuigen betalen. Nou, niet zeuren. Het is wel heel veel gemeenschapsgeld wat er dan ingaat. Hè? Als je al die pers... Ja, maar jongens... En moet toch... iedereen mee? Nou, maar goed, zij geven ook niet iedereen een accreditatie. Nee. Dus ze selecteren zelf al wie er mee gaat en wie er in het vliegtuig mag. Ja. En dan... Ik sta er een beetje dubbel in. Zo'n bezoek, het is geen staatsbezoek, maar het is een binnenlands bezoek. Koninkrijk. Chillen dan tillen. Dus dat moet je in beeld brengen, dat is nieuws en dat moet je laten zien. Ja. Maar dan denk ik, moet dat ook allemaal van ons belastinggeld betaald worden om iedereen en alles maar dan moet je die busjes, dan moet je ook, denk ik goed, maar dan moet je ook een vergoeding laten betalen voor die busjes. Maar die betalen ze wel. Politiebegeleiding betalen ze ook. Er is zoveel pers die allemaal hetzelfde doen. Allemaal hetzelfde. Er is geen primeur uitgekomen. Nee. Niks. Nou ja, op het laatste. Amalia wordt bedreigd, heel zielig. Dat is ook zo. Het is ook heel erg. Maar er kwam geen nieuws uit. En dat Amalia iets zei, was al nieuws. Dat zij er was al nieuws. Nee, precies. Het bezoek was nieuws op zich. Het is ook belangrijk dat ze er naartoe gaan en hun neus en gezicht daar laten zien. Want dit is het Koninkrijk. En we vergeten het nogal te vaak dat het erbij hoort. Het zijn fantastische eilanden. Ik raad aan om ze allemaal een keer te bezoeken. Ook met die kleine landingsbaan op Saba. Oh, absoluut. Saba en Sint Eustatius. Het zijn geweldige eilanden. En wat ik mooi vind, is een beetje off-topic. Het off-topic. De bovenwindse eilanden misschien niet heel populair om dit te zeggen. Van de zes zijn dat echt veruit mijn favoriete eilanden. Ja. Ja. Sint Maarten, met Maho Beach, met de landingsbaan. Fantastisch. En dan Saba en Sint Eustatius, dat zijn dan twee bijzondere gemeentes, maar je waant je helemaal niet in Nederland. Mensen zijn super aardig. Het eten is ontzettend lekker op die eilanden. Daar geen geld voor, nee, hè? Eventjes een disclaimer. Nee, ik krijg geen sponsor. Hallo, met, Toei. Ik boek altijd bij Le Beau reizen als ik naar de Cariben ga. Oké, daar krijg je geen dikke geen check geld van. Van. Dikke check natuurlijk voor deze absoluut niet. Podcast. Le Beau reizen, het is een eenmanszaak of een tweemanszaak. Dus ga allemaal naar Le Beau Travel, weet je ook weer? Ja, Le Beau. Travel, reizen. Ja, Le Beau, je komt erop. Je komt erop. Die man die regelt je Caribische vlucht. En ik ben nog nooit gesponsord door die zaak, hoor. Absoluut niet. Altijd zelf betaald. Hier dansen ze dus op, hè. Kijk, Amalia, Maxima. En Van Huffelen ook weer. Nou, ik weet niet of die hierop staat. Koning danst ook mee. Ik zie Van Huffelen niet. Die is altijd even koffie drinken, denk ik. Oh, gelukkig. De volgende vakantie is mogelijk leg. Ik denk dat ze wel weer binnenkort gaan skiën. De DKDB had allemaal foto's online gezet. Dat ze met dikke Audi's aan het oefenen waren in Oostenrijk. Gaat die nu nog naar leg? Het is voorjaar. Ik denk dat ze wel naar leg gaan. Ik heb niet het vakantieboekje van de vakantiekoning hier liggen. De meteorologische lente begint over 2 weken. Ik weet, en de koning gaat nog naar leg. En wie gaat er allemaal mee? Klaus Casimir. Maar, van de pers. Nee, er is geen fotomoment, denk ik. Ik denk dat er weer een fotomoment is als ze weer met de zomervakantie weer naar Griekenland gaan. Oh.
Ze hebben dat anders gedaan omdat de prinsessen nu studeren en niet meer allemaal tegelijkertijd vrij zijn enzovoort, bla bla bla. Oh, oké, okay. Geen persmoment. Nee, ze gaan niet meer in elkaars armen springen. Nee. Dat, Vliegen ze dan naar Innsbruck? Ja, meestal hè? Naar Innsbruck. Ja, ja, zo heel soms naar Friedrichshafen. Hebben zijn ze ook wel eens heen gevlogen in het verleden. Maar ze gaan meestal via Innsbruck. Is ook zo spectaculair. Lekker zo, heb ik ook een filmpje van. Heb je ook een filmpje van? Ja, nou, maar helaas in het donker. Maar toch leuk. We gaan het er allemaal bij plakken. Dus jongens, in de omschrijving van deze podcast staan de links van de ronde, de rondtips, de tips van D1. Zetten we er allemaal eventjes bij. En vooral nhrtime.nl onthouden. Daar staan al die video's op. Dat is natuurlijk jouw veelbekeken YouTube kanaal. Hoeveel abonnees heb je? Ja, het blijft bij de 33.000 steken. Ik vind het al jaren. Ja. Elke maand heb je een nieuw filmpje, denk ik. Nee, iedere twee weken maak ik een nieuwe aflevering. Ik zeg nog een keer. Hey, Daron, elke twee weken heb je een nieuw filmpje. Elke twee weken maak ik een nieuwe uitzending. Maar wat ik minder plaats, bijna nooit meer, zijn die langere video's. Ja. Ik maakte vroeger veel van die aircraft reviews op Schiphol. Ja. Die werden dus vooral ook in het buitenland bekeken. Internationale luren. Ja, daar is gewoon minder mogelijkheid toe op Schiphol. En er zijn minder nieuwe airlines. Dus daar kom ik ook dus minder. En dan kan ik dat minder maken. Ja. Dus het zijn vooral filmpjes die ik ook op televisie hier op NH uitzend. En in het Nederlands zijn. Dus alleen voor het Nederlands publiek. Mijn laatste uitzending ging over de Schiphol-Oostbaan. De eerstkomende over de Buitenveldertbaan. Die komt nog. Ja, dit is leuk. Met je banenjournaal. Ja, dat is wel leuk. Ja. Nee, er werd goed op gereageerd. Wist jij dat bij de Oostbaan een geheim start- en landingsbaantje te zien is? Is dat voor de PGOV, voor de vakantiekoning? Nee, dat is een voormalige start- en landingsbaan. Maar als je dus met Google Maps kijkt bovenop de Oostbaan, zie je dus een voormalig baantje, de Oostbaan Kruis. Dat is een leuk weetje dat ik erin had gemoffeld. Ingemoffeld. Het is tegenwoordig een taxibaan waar alleen, het was ook leuk, er waren mensen die op reageerden op YouTube. Het is alleen om vliegtuigen overheen te slepen of te parkeren. Oh ja, sleepbaan. Ja, het is een soort parallelbaan noemen ze dat. Dit is dan weer een haakse baan. Maar, haakse baan. Dat was ze vroeger. Ja, ik zal leren allemaal dingen hier. Runway 1230, geloof ik. Ladies and gentlemen. Jawel hoor, de quiz. The Mike High Club Airplane Quiz. Ja, Philip is er niet, maar hij stuurde. We hebben een soort appgroep. Dat is de Mike High Club ideeën verzamelbox. Waarom heb je een appgroep met één persoon? Ja, jullie kunnen elkaar toch gewoon ook appen? Dat kan, maar hebben we het apart. Oh, wat raar. Oké. Okay. Ja. Nou goed, hoeveel airlines zijn er gekild, failliet, gestopt tijdens corona? Hoeveel? Wereldwijd? Ja, wereldwijd. Hoeveel airlines? 200. Nee, nog een keer raden. Lager. 76. Nou, je komt in de richting 64. Dat is een artikel van CNN. Dat moet goed zijn. Ze hebben een heel lijstje gemaakt. We hebben in zo'n gelardeerde podcast met allemaal links van jou. Plak hem er ook gewoon eventjes in. Ik verdien op dit moment 1700 euro bruto per maand. Wat hebben we verder nog? Jenny. Einde van de maand heb ik amper eten nog in huis. Oh ja, ik las een artikel van jou en jij zei dat is gewoon een kliktopper. Dat vind ik een heel mooi woord. Kliktopper, ja. Dit is ook weer zo'n journalistenjargon. Kliktopper. Ja, eigenlijk is het ook te gênant voor woorden om artikelen en nieuws en verhalen over mensen kliktoppers te noemen. Maar ik had een verhaal gemaakt over grondstewardess Jenny Smit. Ja, niet Jenny Smit, hè? Jenny. Jenny, Smit. Ja, geen familie van Monique. Nee, het is fonetisch gespeld ook. Jenny met DJ. Ja. En zij is grondstewardess, gate agent, agent, allround agent bij Viggo. Ja. Of is het Viggo? Ik zeg het Viggo. Viggo, net zoals Ziggo. Viggo is, is het afhandelingsbedrijf op Schiphol dat Transavia, Iceland Air en Air Europa afhandelt, maar vooral Transavia. Jenny werkt op Schiphol. En die deed haar verhaal over de werkomstandigheden en het belabberde salaris dat ze verdient. Oh jee. Ik verdien op dit moment 1700 euro bruto per maand. Daar kwam ook nog wel een klein beetje discussie over. Daar kwamen we toch wel wat vragen over. Van waarom klaagt Jenny over haar onderbetaalde baan? Ja. Ze werkt 30 uur, waarom werkt ze gewoon niet wat meer? Ja. Nou, Jenny werkt 30 uur en dat is hoe die afhandelingsbedrijven rollen allemaal daar. Ja. Ook KLM. Ze laten die mensen niet fulltime werken, maar delen ze wel min of meer fulltime in. Dus zes uurtjes per dag. Zes uurtjes per dag, vijf dagen in de week, onregelmatig. Ja. Kun je geen extra bijbaan regelen en extra uren bieden ze niet. Dat willen ze niet. Zo houden ze het goedkoop. Dus zij verdient 1700 euro bruto per maand, 26 jaar. Ze zei, ja, dat is iets waar je als nieuwkomer van 21 misschien genoeg mee kan nemen. Maar dit is gewoon niet redelijk. En daar gaat het al weken over. Ja. Het onderbetaalde werk bij de afhandelingsbedrijven. De vakbonden, Schiphol zelf ook. Die Ruud Zondag. Luiden de noodklok. De rode vlag is gehezen door Ruud Zondag. We gaan het doen. Maar we gaan het helemaal niet doen. Nee. Er zijn te weinig mensen die bij die afhandelingsbedrijven werken. Er is uitstroom, want ze denken, ja, ik kan het ergens anders beter hebben. Ja. En Jenny, die vertelde erover. En over dat kliktopper. Ja, ik was er zelf blij verrast over hoe goed dat artikel deed. Ja, het stond op nhnieuws.nl, maar ook op at5.nl hebben we het op gespiegeld. En daar was het artikel met die video waar je
het verhaal hoort vertellen. Ja. Stond op nummer 1 op beide sites. Bij ons was het op vrijdagavond stond hij op 35.000 keer bekeken. Bij AT5 kan ik die kliks niet bekijken. Maar volgens mij is AT5 een beter bekeken site dan die van ons. En wij hoeven al niet te klagen over het aantal kliks. Dus ja, dat liep wel in de cijfers, ja. En daar was ik dus ook verrast over. Waarom spreekt dat mensen zo aan? Gek, hè? En dit is mijn verhaal, mijn artikel, mijn video. Ja, maar je denkt toch aan glamour, ook al zitten ze niet in een toestel. Nee. En als ze dan zegt van, nou, wat stond er ook alweer? Ik heb geen geld voor eten. Wat stond er nou? Dat stond in de kop. En dat vertelde ze ook. Laatste week van de maand zegt ze, ja, dan gaat de kachel gewoon helemaal uit. Ja. Ik durf dat niet aan te zetten, want ik kan het niet meer betalen. En eten kan ik nauwelijks kopen. Ik eet droge macaroni met ketchup. Maar ook bang zijn om de verwarming aan te zetten vanwege de hoge energieprijzen. En bang zijn dat ik gewoon de rekening niet kan betalen. Voor 1700 bruto per maand op je 26e, ja, nou ja, het is te gênant voor woorden om dat soort tarieven te geven. Terwijl ze bij de beveiliging al een stuk omhoog zijn. Maar het zit vast. Er kwam een persbericht gisteren uit opeens van de gezamenlijke afhandelingsbedrijven. We moeten toch echt tot een akkoord komen. Maar moet Ruud dan gewoon meer betalen? En de airline natuurlijk. Ruud heeft gezegd van, we kunnen wel wat miljoenen voorschieten. Betaal dan uit. Ja. Maar dat moet terugbetaald worden. En dat willen de afhandelingsbedrijven niet. Dan gaan ze schuld opbouwen. Nee, de vraag is nu van luchtvaartmaatschappijen, betaal meer aan de afhandelingsbedrijven, zodat de afhandelingsbedrijven meer kunnen betalen aan de medewerkers. Ja. Nou, die impasse is daar dus nu nog van. Ja. En dat gebeurt niet. Transavia zegt bijvoorbeeld, we gaan het wel redden deze maand. Maar dit jaar. Maar dat is de oplossing niet. Nee. En er zijn er te veel. Nog 6 toch? Wat was ook weer? Er zijn 8 afhandelingsbedrijven, maar de 6 die ook passage doen. Dus de Vigootjes hebben een Transavia sjaaltje om, toch? Wat was ook weer? Die hebben het pakje aan van de luchtvaartmaatschappij waar ze voor ze werken. Maar je ziet op hun borst Viggo staan. Ja. Als je de video aanklikt die bij Jenny hoort, dan zie je dus ook van die medewerkers met zo'n pak aan. Dus er staat wel duidelijk op Viggo dat ze daarvoor werken. Dat zie je in de video die bij Jenny hoort op nanieuws.nl. Als jij en meerdere mensen staan op het punt om Schiphol te verlaten. Dat klopt. Dat is een groot probleem. Inderdaad, dan wordt het één grote chaos. Mind your step. Attention please for a gate change. Laatst zag ik dus dat Kajsa Ollongren, die gebruikte woorden van een bepaald VVD-Kamerlid. Goed dat. Ja. Doe dat roffeltjes. Wel Kamerlid. Doet zegt altijd. Introduceert eerst. Zeg daarna ik en daarna goed. En belangrijk, moet er ook nog in. En belangrijk. Ja. Daniel Koerhuis. Ik ben Daniel Koerhuis. Daar wou je het nog eventjes over hebben. Mind your step, mind your Koerhuis. Ja, ik begin me een beetje eraan te ergeren. Misschien mag ik in de podcast vrijuit over praten. Ja. Ik volg alle Kamerleden die luchtvaart in hun portefeuille hebben. Of in ieder geval. Susanne Kreugen natuurlijk. Ja, zeker. Nee, goed. Lammert. Een Partij voor de Dieren. Van de Dieren. Ik ga bijna altijd live naar de debatten toe in de Tweede Kamer. Ja. Alleen de laatste keer niet. Toen was mijn zoon ziek. Dus dan blijf ik liever thuis en dan kijk ik online. Ook. Maar anders ben ik er. En dat geeft me de gelegenheid om zowel met de minister als met Kamerleden te praten over wat ze daar besproken hebben. Ja. En Koerhuis, die tweet heel veel. Nou, en die tweet altijd hetzelfde. Hè, waar we het net over hadden. Goed dat. Hij zegt iets goed dat en altijd ik. Maar nu een van zijn laatste tweets was Daniel Koerhuis in zijn werkkamertje met zijn cadeautjes. Waaronder een Dreamlinertje, die had hij al gekregen. De kersttrui had hij niet aan van KLM. Jammer. En nu was het een klein verkeerstorentje die mind your step. Mind your En die wil ik ook hebben voor hier in de studio, want dan zijn wij ook net als Daniel. Ja, je mag alles hebben. Je bent misschien lid van die partij, maar je bent geen vertegenwoordiger. Nee, ook dus, niet. Ja, ik denk, Koerhuis, denk even over na over, je bent geen 4 meer, of 12 met je cadeautjes die je dan trots laat zien. Ik begrijp dat hij zich inzet voor die luchtvaartsector. En heel belangrijk. Daar is die sector ook hartstikke blij mee dat ze vertegenwoordiging hebben in die Tweede Kamer. Waaronder VVD, 21 is ook een partij die strijdt voor de sector, snap ik allemaal. Ja. Maar hoop met die cadeautjes, stuur ze terug of zo. Ga er niet mee op de foto. En voorzien even een nieuwe vorm van tweeten, meneer Koerhuis. Ja, goed dat. En ik. Ik zet me in. Goed belangrijk. Dat. Ja, de luchtvaart is een banenmotor. Belangrijk. En altijd die 300.000, dat ook een beetje achterhaald. Ja, dat is wel zo hoor. Achterhaalde cijfers. Is dit meer over 100.000, 115.000? Ik kan wel de oude cijfers blijven. Wat zijn de nieuwe cijfers? Wat is het geloof dat 120? Dat iets van 114.000 mensen. 300.000, maar hebben we het over. En rond de luchthaven afhankelijk zijn. En dan kun je dan verder nadenken van de lijn daarachter. Hè? De bakker die de bakker voorziet van en de bakker die levert aan Schiphol. Oké, prima. Kan je ook allemaal meetellen. Op een gegeven moment heeft iedereen wel iets met Schiphol te maken. Maar ik geloof dat direct en indirect dat het over 114 is. Je kan niet altijd maar die oude cijfers blijven oplepelen. Blijf bij de feiten, meneer Koerhuis. Maar goed, dit was een kleine ergernis over zijn tweets. Tot zover het boosmakertje van Doron. Even een bumpertje of zo, er komt even iets. Je kent de Gulfstream van de luchtmacht, hè? Dat is die oude bejaarde Gulfstream. Hij was 2 weken kapot, stond hij heel zielig op Eindhoven. En toen gingen ze weer mee vliegen. En toen ging er weer iets mis. We declaring emergency
We have a hot break. Voordat ze geland zijn, hebben ze al een hete rim. Oh. Ja, ja, ja. Dat kan allemaal. Ja, dat staat op een schermpje van... Precies. Oh, dit is even militair stukjes. Leuk, de ronde. Even militair toestel. Ja, dan maak ik gewoon mijn mond. Maar goed. Ja, nee, jij moet meepraten. Oh. Jij zegt even, wat heftig dit. Wat heftig dit. Ja. Ja, misschien moeten ze dat ding... Ja, ik heb er al voor gepleit. De zaag moet er gewoon in. Hot break. Even luisteren. Allemaal weg. De brand erbij. Ja, anders vliegt hij misschien in de fik. Net zoals de keuken. Hoor je hem? Ja, false warning. Die sensors, hè. Het is altijd gedoe. Ik was dus bij Met het oog op morgen. Om daar te praten over de Gulfstream. Wie kwam ik daar tegen? Dirk Boswijk. Die doet heel veel. Jouw favoriete onderwerp. Defensie. Ja, die is defensiewoordvoerder. Ze gingen met dit toestel naar Roemenië. Eventjes naar onze jongens en meisjes ook. Toen ik eventjes kijken. Weet je wat er gebeurde? Het toilet spoelde niet door. De dure flesje Spa Blauw moesten ze gebruiken om het toilet door te spoelen. Eventjes een voorbeeldje dit. Verdamme. Ja. Dirk Boswijk zat daar op de wc. Nou, en die moest een... Ik hoop dat het een kleine boodschap was. Ik hoop het number one. Want ik hoop niet, want anders... Air Force 2 moest... Want anders hadden ze eventjes een hot lavatory gemeld. Nee, dit gebeurt ook wel eens. Ze moesten ook uitwijken. Ja. Doet de wc het niet? Ja, Wanneer komt die 650ER? Die man, ja, precies. Ja, dat is wel een goede trouwens. Die doet er steeds even tussendoor. Onbegrijpbaar geklets, ja. Nou, nog één keer. Ze zeggen dus altijd, bij Defensie geven we geen tijden of geen data. Maar ze hebben wel eens gezegd tegen mij dat die eind februari zou komen. De nieuwe G650ER. En daar hebben we een geluidje van en die gaat het nu doen. Gulfstream G650ER. Het gaat gebeuren. Travelers to far-flung destination. Ja, Roemenië of zo. Far-flung destination. Of met de koning zou ik natuurlijk lekker... Kom maar op met de 650ER. Die hebben we echt nodig. Echt niet meer. Dit is echt gewoon prutswerk weer. Ja. En ze gaan er weer aan schroeven. Wat ik je brom, ze willen hem zo graag gebruiken. Maar hij is gewoon onbetrouwbaar. Ja. Weg ermee. Ja. Stom ding. De zaag erin. Of op een rotonde. Of geef hem aan dat ALS 20. Die laten die maar even uit elkaar zagen. Dan wil ik het neus. Nee, ik vind een plekje ergens statisch beter. Ja, maar dat is een hoop gedoe altijd. Het is een hoop onderhoud. Het kost een hoop geld. Om hem ergens gewoon... Ja, dan moeten ze hem helemaal leeg maken en de olie eruit. Dat vinden ze niet zo grappig. Wat dacht je van die 747 bij het Corendon Hotel? Ja, dat kost ook allemaal centjes. Ja, dat zit ook roest te happen daar. Die hebben ze trouwens laatst een of andere clip opgenomen. Een clip opgenomen? Ja, in die Corendon. Oh, een videoclip. Een videoclip. Toen dacht ik eerst dat het net als met Sinterklaas, weet je wel, met Ben Schopstoel, dat het de 747 was bij AVO Droom. Of is het een AVO Droom? Droom inmiddels. Dat daar was, maar jij zei meteen, nee, dat is de 747 van Corendon. Want daar hadden ze dus een clip opgenomen. Ja, de 747 van het AVO Droom is een 747-200 SUD, Stretched Upper Deck. Ah. En 747 is een 400 bij Corendon. En dat zie je in de cockpit. Ja. Dat zie je die bruine cockpit. En kijk, je hebt een vakman hier. En de 200, 300, die hadden nog een grijze cockpit met andere soort klokjes en metertjes. Dus dat verschil is overduidelijk. Dus ja, dat zag je. Ja, we horen wel eens klachten dat Filip en ik niet genoeg verstand hebben van de luchtvaart. Maar nu hebben we vandaag iemand die er alles van weet. We hebben eventjes zelfs voor onze critici, ongelooflijk, jongens. Kijk. We hebben jullie een podcast en jullie weten helemaal niks van luchtvaart. Wij gooien wel eens dingen door elkaar. Of dat hoor ik, ja. Of dan zeggen we het net niet goed. Of dan heeft opeens FedEx een Dreamliner of zo. Of weet je wel, zo, dat soort dingetjes. Ja, ik hoor jullie wel eens dingen... Want jij luistert elke week natuurlijk tijdens het vouwen van de was, heb ik gehoord. Het is altijd een wasmoment. Als ik de was vouw, waar ik een klerenhekel aan heb, dan zet ik de podcast op en dan het leidt af. En dan, ja. En dan gaat de hele was verkeerd natuurlijk. Alle sokken bij de onderbroeken en allemaal. Ja, het maakt dat maar niet uit. Als het maar als er gewoon uit die kamer is, ja. Okay. Dan moet je nagaan. Eén keer per week doe ik dat maar dus. Deze komende week is het erop of eronder over de meivakantie en de zomervakantie. Dan gaan we horen, gaat Schiphol, hè, als we teruggaan naar Jenny die de noodklok luidt. Nou, gaat Schiphol de meivakantie, gaan we het doen? We gaan het doen. Of gaan we het niet doen? Nee, ik denk dat er een enorme beperking komt in het aantal vertrekkende passagiers. Ja. Dat redden ze echt niet meer. De zomervakantie ook niet. Dus dat gaan we horen. En Schiphol maakt half februari, dat is het al bijna. De komende weken, de komende dagen zal bekend worden hoe Schiphol die krimp moet gaan faciliteren. Hè? Want we gaan terug naar 440.000 vliegbewegingen per jaar. Halen we dat nu al? Nee, dit jaar nog niet. Hè. Dat was een misplaatst primeur bij Luchtvaartnieuws dat iedereen overnam NRC. Ja, goed, geen beschuldigende vinger aan Luchtvaartnieuws dat ze dat Harbers hebben laten zeggen. Maar dat was nieuws van de zomer en dat stond gewoon in een kamerbrief en dat had ik in oktober al. Ik lijk nu een beetje Menno van dat had ik al. Ja, maar ik had het eerder. Ja, ze stelen het van mij. Harbers heeft in elk geval al lang al gezegd tegen de Tweede Kamer, luister, dit jaar gaan we dat nog niet halen, 2023. Ja. Want we moeten het nog door Brussel laten toetsen. En dat gaat niet zo gauw.
2024. En Schiphol moet dat nu gaan uitvoeren. Komende tijd gaan ze bekendmaken hoe ze dat gaan doen. Ja. En eerst nog de jaarcijfers. Wat verwacht je? Die hebben wel centjes verdiend. Wel, hè? Dat lijkt me wel. Maar ik denk dat koffie en maar vastgoed een beetje zo. Ja, maar er moet ook wel heel veel betaald worden aan schadeclaims, hè? Oh ja, dus natuurlijk. Hebben ze al een spaarpot gemaakt dan? Ik ga het horen. Ik neem aan van wel. Ik ben heel erg benieuwd waar dat geld allemaal vandaan komt. Het wordt een belangrijke ochtend, de 17e. Ja. Om te horen van, het gaat niet meer over alleen maar over kopjes koffie. Want dat zijn ook altijd van die leuke cijfertjes. We hebben 11 miljoen kopjes koffie verkocht. En de vastgoed is weer meer geld voor geworden. Ja, nou ja, Schiphol, vastgoedbedrijf, ja. Real estate. Dat is echt de core business van deze luchthaven. Die luchtvaart komt er een beetje bij. Ja, die koffie we en hebben het parkeren. Doron, jij was op Schiphol bij de P1. En wat gebeurde er? Ik had een klein P1-shitje vorige P1-tje. Week. Op P1 was er een storing bij de slagbomen. Die gingen heel langzaam open, waardoor er een file ontstond. Ja. Dat was vrijdag de 3e bij de ingang van P1. Ja. Maar Schiphol heeft dit keer goed geanticipeerd. Die hebben de slagbomen opengegooid. Oh, zodat iedereen wel weer naar buiten kon rijden. Gelukkig maar. Alleen voor mij was het erg onhandig, want ik had prepaid betaald. Ik doe dan een kaart tegen de slagboom. Ja. Maar die kon niet uitchecken. Dus hoe kan dat nou? Heel gedoe. Ja, omdat ze de slagboom open hadden gedaan. Dus ik kon niet uitchecken. Ik werd meteen naar buiten begeleid. Okay. Dus ik achter Schiphol aan. En het duurde dik een week voordat ze mij uiteindelijk hebben uitgecheckt. Ze hebben wel meteen betalen gestopt. Ja. Dat hebben ze wel gedaan. Ja. Maar het duurde een week voordat Schiphol had geregistreerd dat ik het parkeerterrein af was. Kijk. De keer erop dat ik inreed stond er: u bent al binnen. We hebben nog even de koning. Ja, dat kan prima. Lijkt me goed. De koning ging dus naar Sint Maarten. En toen hebben ze dus al het vliegverkeer tegengehouden. Want de koning moest landen. Dus als jij even moet raden. Totaal aantal kilometers. Vliegkilometer van oh de koning. God. Ook die kleine toestellen. Ook de koffervluchten. Allemaal voor de vakantiekoning. Nou ja, heen is 9000 kilometer ongeveer. Naar 7795. En de terugvlucht was 6935 kilometer. 20.000 kilometer. Nou, je ziet het helemaal goed. Ja, het is, je hebt het helemaal goed. Het Koninklijk Huis heeft dus ongeveer de halve wereldreis gemaakt. Ja, halve wereldreis. Echt waar. Jezus, halve wereldreis. Ongelooflijk toch? Kan dat wel? Vorige week natuurlijk heeft Amerika een Chinese ballon neergeknald. Maar nu was er weer iets. Wat was het nou? Was het een UFO, was het een Chinese ballon, was het een Chinese spionagevliegtuig of een drone? Een Chinese spionagevliegtuig? Nee, spionage. Oh. Zei ik spionage? Nee, dat verstond ik. Een Chinese spionage. Je gaat het niet uitknippen. Ja, ik ga het Nee, je gaat het niet uitknippen. Even kijken. Ja, Popeye. Ja. Spionage. Dat vind ik echt een beetje Popeye-achtige taal. Ballon. Wat denk jij? Wat heeft Biden neergeknald? Een ballon. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Ga ik dat nu horen? Ga ik Toon Hermans horen? Een ballonnetje dat danst in de wind. Ja. Een draadje naar de zon. Er gaat zo'n lekkere, dikke, rode, mooie luchtballon. Ja, dat er gaat een lekkere, dikke, rode raket op af. Precies. Ja. Tot zover de Mike High Club zonder Philip Breugen, maar met Doron Sayed en haar nieuws Schiphol-verslaggever. Dankjewel, Doron. Dankjewel, Menno. We hebben alles gehad. Ja. APU's, Ginny. Nog meer? De galley. De vakantiekoning. De galley, de keuken, vooral de piloten. Vakantiekoning. En weinig defensie. Alleen die Gulfstream met dat toilet met die flesjes Spa Blauwe. Ja, de drol van Dirk Boswijk. Kan dat wel in? Ja, natuurlijk kan erin. Nou, het best aardig toch? Leuk hoor. Dank u wel. Dank. Goeie reis. Goeie reis. Met jou in dit paradijs.